Binnen het klimmen, zeker omdat het zo jong is, zijn er nog bijna geen meetinstrumenten die jou echt iets kunnen vertellen over je training. Dus wat we hebben bedacht is, oké, we hebben iets nodig om de vingerkracht, dat is een van de allerbelangrijkste dingen binnen het klimmen, om die objectief te kunnen meten. If we recall Nikki while she was climbing, we could see that she was using her hands and fingertips in a lot of different ways. And so this piece of kit is just designed to assess the climber's capability to produce forces at their fingertips and hand in a variety of different ways. So what we do is we attach a force transducer to this plate, and that's what measures forces that climbers will apply to the instrument. Zoals je hier in de klimhal kijkt, dan zie je grote ronde grepen of juist kleine randjes. En met deze tool kan je al die verschillende greepsoorten kan je meten, dus meten hoe sterk je daarop bent. En als je vervolgens specifiek gaat trainen daarop, dan geeft het dus ook een beeld van of je er daadwerkelijk op vooruit gaat. Not just elite climbers are interested in how strong they are at their hands and fingertips. Physiotherapists would be interested in this sort of data, particularly for working out whether or not an individual is ready to come back to sport after a period of rehabilitation. Dit zou mij kunnen helpen om Tokio te halen, omdat het een super objectief beeld geeft van wat mijn sterke en mijn zwakke punten zijn. En ook goed informatie geeft over of ik wel goed bezig ben met mijn training.